Mobiele telefonie en genetische experimenten. Het zijn twee van de gebieden waarin China en Nederland samenwerken. De technisch-wetenschappelijk attaché speelt daarbij een belangrijke rol om bedrijven en onderzoeksinstellingen in beide landen bij elkaar te brengen. 2 jaar geleden heeft de Chinese overheid eigenlijk besloten om een nieuw pad van economische groei in te slaan. Men heeft de afgelopen 25, 30 jaar ontzettend geprofiteerd van lage lonen als drijfveer voor de economie, voor de economische groei. Maar de Chinese overheid realiseert zich dat als men deze groei wil blijven volhouden, men toch steeds meer naar een kenniseconomie toe moet gaan. En dus technologie, innovatie een veel prominentere rol geven, zeg maar, in de economie. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf T3G in Beijing werkt aan een nieuwe Chinese standaard voor mobiele telefonie, vergelijkbaar met UMTS. Bedoeld voor snel mobiel internet en videotelefonie. Als Nederland zijn wij, hebben wij een vrij unieke positie in de wereld als het gaat om chipstechnologie, om halfgeleidertechnologie. We zien dus dat op dat gebied er ook goede samenwerking mogelijk is tussen China en Nederland. Het Beijing Genomics Institute onderzoekt het menselijk DNA en experimenteert met de genen van planten. Daarin wordt nu samengewerkt met Nederland. Ja, dat is een gebied waar wij in Nederland natuurlijk ook erg sterk in zijn. Met name de agrarische hoek, plantenveredeling. We hebben behoorlijk wat zaadveredelaars in Nederland. En ja, zo al pratende zijn we tot een samenwerking gekomen waarbij we nu beginnen met het in kaart brengen van het gen van de komkommer. De komkommer die is ook verwant aan de watermeloen, de meloen, de squash. En op die manier proberen om planten te maken die bijvoorbeeld meer resistent zijn tegen droogte of beter resistent zijn tegen bepaalde ziektes, zodat je dus ook planten kunt laten groeien in wat drogere gebieden.